wat is nou de bedoeling? Wij gaan een kunstproject opstarten en het heeft het thema tapijt maken, ontwerpen. Want Os is een industriestand. We gaan een vliegtuig met vouwen. Gewoon zo'n pijl. Weer eentje af en weer af. We gaan deze hoek omvouwen, zo. Omvouwen. We pakken ook de tweede hoek en gaan omvouwen. Daar ga ik iets mee doen. Je kunt hem ook opbouwen. Beter via hedendaagse kunst dan via een, ja, ik noem maar even overleden kunstenaar, kunstmeester. Ja, ik ga niet meteen in stromingen duiken, had ik gedacht. Is er iemand die daarop wil reageren? En ik denk met iets van in de vingers in de lucht, laten we dat maar proberen vandaag. Spreekt ze vaak meer aan dan iets van oudere stoffig en oud. Dus als het iets nieuws is, ook gewoon nieuwe media, internetkunst, smartphones. Ja, nieuwe media, smartphones, dus dicht bij huis, ja. Soms. Ja, ja, maar ook iets, het gaat dichter bij hun beleving. Jongscholen zijn die juist de relatie met de musea leggen. Dus wie wil reageren op deze stelling? Ik hoorde net al oneens. Ja, ik ben het er helemaal mee oneens. Helaas wordt er met de VWO-leerling misschien wel te veel over kunst gepraat en te weinig ermee gedoen. Dus daarom willen zij ook alles begrijpen en erover praten, waardoor ze er dan niet meer van kunnen genieten en het ervaren. Van het creatieve proces bedoel je dan? Ja. Dus ik... Nog iemand? Ja. Voor mijn gevoel heb ik hier net 3 uur naar ze te luisteren. Het proces heilig verklaard wordt en vorige het materiaal ophalen. We hadden het ook eerst tentoongesteld in onze eigen school, want wij hebben ook een expositieruimte. Dus even de school laten meegenieten wat je doet. Toen kwamen zij het ophalen en toen kwam er helemaal Oh, is het met die niet tegen daar? Nee, ik kan het opzetten. Oké, bij je.